grote troef van Kruel is uiteraard de ligging tussen het stad en het park. Mensen die bij Kruel komen, die hebben ook het gevoel dat ze in een speciaal gebouw terechtkomen. Iets anders dan anders. Het is geen standaard feestzaal. Ze komen ook kijken naar de architectuur. Ze stellen daar ook vragen over. Ze hebben echt het gevoel dat ze bij de architect in huis komen. Ze worden ontvangen door ons. Ze komen hier in de sfeer van ons kantoor terecht. En dat geeft een heel bijzondere interactie eigenlijk. Niet alleen heeft de klant dat gevoel, maar wij hebben ook dat gevoel. Door de netwerkevents, de bedrijven die bij ons komen, hebben wij ook het gevoel eigenlijk dat de wereld een beetje naar bij ons komt en dat wij er ook heel veel input uit halen. Als wij de eerste keer hier langs het perceel kwamen vroeger, bleek dat het perceel eigenlijk al heel lang te koop stond en hadden we denk ik nooit gedacht dat we dit programma erop gingen kunnen realiseren. Voor ons is het ruimtelijke rendement hier vooral ontstaan door van iets dat eigenlijk voor niemand interessant leek, daar toch ons tanden in te zetten en proberen in zijn maximale potentie eigenlijk te gaan ontwikkelen. Dit is voor mij een goed voorbeeld van ruimtelijk rendement, omdat er vandaag de dag heel vaak gefocust wordt op meer woningen als het gaat over ruimtelijk rendement. En een stad heeft nood aan meer functies dan alleen maar wonen. Ja, de meerwaarde van het ruimtelijk rendement te vergroten zit hem dus niet alleen in bijkomende woningen, maar ook in functies die noodzakelijk zijn om een levendige woonomgeving te realiseren. En ik denk een functie zoals de deze, waarbij zowel een architectenbureau als een ruimte die dan nog eens grenst aan de straat, gerealiseerd wordt, waarbij dat er echt wordt ingezet ook op ontmoeting, die toegankelijkheid genereert voor meerdere personen. Die maakt het interessant, die maakt dat er een meerwaarde ontstaat die echt een maatschappelijke meerwaarde betekent voor niet alleen de buurt, maar ook voor de stad als geheel. Het gebouw is flexibel opgevat, niet enkel naar ruimte gebruiken op dit moment, maar we hebben ook al willen nadenken over de toekomst. Er is nu al gedacht aan hoe we het gebouw kunnen omvormen naar meerdere woonunits. Daar is zelfs nu al rekening mee gehouden door het voorzien van verticale kokers op de juiste plekken om die omvorming op een goede manier te kunnen realiseren. Dus een van de mooiste complimenten dat we van de mensen uit de buurt horen is eigenlijk dat ze blij verrast zijn dat van een vroeger probleemhoekje eigenlijk zo'n krachtig project is gekomen. En om eigenlijk een beetje op dat elan verder te werken, hebben we beslist om niet alleen ons te focussen op het gebouw, maar ook alles wat er rond lag, om daarmee eigenlijk ideeën voor te genereren, zoals bijvoorbeeld kunstwerk dat we op de blinde muur van de buurman hebben aangebracht. Dus we willen echt met gebouwen een soort trekpleister zijn voor de omgeving, dus niet enkel perceel zelf, maar de bredere context.